In de afgelopen maanden hebben we natuurlijk de contouren van het sociaal akkoord kunnen zien. Wat je wel ziet is dat werkgevers en werknemers duidelijk hebben gemaakt dat richting 2020 dat we de arbeidsmarkt anders vormgeven. Je kunt eigenlijk zien dat van werk naar werk steeds belangrijker wordt. Niet het maximale uitkeringsduur is van belang. Dat is ook van belang als je geen werk hebt. Maar het gaat eigenlijk over van baan naar baan en dat je niet meer je hele leven in dezelfde baan zit. Dat weten we al een hele tijd, maar naar mijn verwachting gaat dat de komende jaren wel nadrukkelijker spelen. Walter Schramowski van JATS. Jullie vinden vooral dat het vaste contract op de schop moet. Waarom precies? Nou, ik geloof in de nieuwe, moderne arbeidsverhoudingen. Ik geloof er ook in dat het vaste contract achterhaald is. Het is een schijnzekerheid. Het biedt je helemaal niets als een bedrijf besluit dat je morgen boventallig bent. Dan sta je morgen op straat. En je moet je afvragen of dat hetgene is waar we ons op moeten richten. Het vaste contract staat dus op losse schroeven. Maar moet het vaste contract daarom in de ban worden gedaan? Nee, dat denk ik niet. Dat zal ook niet snel gebeuren. Er zal wel een soort nieuw evenwicht tussen vast en flex en tijdelijk ontstaan. Maar wat mij betreft komt er een duidelijke afbakening tussen echt zuivere uitzendarbeid, waarvan je weet dat het tijdelijk is, dan tijdelijke contracten, omdat je weet dat het wat langer is dan reguliere uitzend. En dan heb je ook gewoon vaste contracten. Alleen bij die vaste contracten zal zeer nadrukkelijk steeds in toenemende mate duidelijker worden dat je vooraf weet dat als je de beëindiging wilt, wat het dan kost, maar eigenlijk veel belangrijker wat het oplevert als het gewoon van werk naar werk gaat en in goed overleg. Er worden tegenwoordig steeds minder vaste contracten uitgegeven. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het begrijpelijk vanuit de werkgever gezien. Er kleven zoveel voorwaarden aan eigenlijk aan het geven van zo'n vast contract. Dat ik eigenlijk logisch vind. Ook de crisis afgelopen jaar wat we gezien hebben. Hebben bedrijven genoeg munitie om als ze willen saneren, om te saneren. En dat, ik denk wel dat het uiteindelijk dan niet zoveel zegt dat je een vast contract hebt. Wat mij betreft is misschien goed als iedereen daar, als we er helemaal mee stoppen eigenlijk met het aanbieden van een vast contract. Dan krijg je een wat minder grote kloof tussen de mensen met een contract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.